Welkom bij Topnames on Tour. We zijn een dagje in Eindhoven. Mooie ondernemers, mooie ondernemingen aan het interviewen. We zijn op de high-tech campus, Stekel. Yep. Inspirerende omgeving nu al, vind ik. Deze ruimte dan. Ik vind wel veel gezicht. Okay. Ook op zichzelf is het ogenschijnlijk een vrij saaie kantoorbedoeling. Eigen, ja, dat is waar. Maar dan loop je hier zo naar binnen en denk je van wow, hier gebeurt hier wel wat. Want er viel me net nog iets. Het is niet alleen een omgeving hier waar je inderdaad binnenkomt die wat saai en kantoorrijk oog. Maar het is ook zo'n omgeving waarom 12:15 of 12:50, ik weet niet hoe laat iedereen zijn pauze heeft. En als iedereen uit die gebouwen komt om eventjes een rondje te lopen en te eten. Dat vond ik weer heel klassiek. Nou, dan gaan ze lunchen toen nog niet. Ja, was lunchpauze. Dus dan is het massaal loopt iedereen hier rondjes. Ja. Maar dat terzijde. Welkom Ton van de Ven. Je bent van iZoobel. Ja, klopt. Wat is iZoobel? iZoobel is een social recommendation platform waar je content kunt vinden op basis van de meningen van je vrienden uit je sociale netwerk. Of ja, en als je dat zo noemt, zou ik denken, maar daar zijn er vast meer van. Je bent vast niet de eerste daarmee. Wel? Wij zijn er wel de eerste mee. Ik heb er nog niks tegengekomen wat erop lijkt. Ja, het lijkt er allemaal op, het schuurt er allemaal tegenaan, maar we zijn toch wel echt 100% uniek. Wat maakt jullie uniek? Dat je relevante content vindt op basis van je netwerk. Dat is eigenlijk op basis van de mening van je netwerk. Dus ons algoritme kijkt naar de onderlinge verbanden tussen mensen. Dus eigenlijk zoals het in de normale wereld ook gaat. Kijkt ons algoritme van ja, wat is de relatie zeg maar op een bepaald gebied. En maakt eigenlijk een soort match op basis van meningen. Maar goed, ik meld me aan. Stekel heeft dat vandaag al eerder gedaan. Dus gaan we straks ook nog eventjes laat straks wel eventjes wat zien van het scherm. Ja. Ik meld me aan bij jullie. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan? Dan ga je, je geeft je smaak aan, dus define your taste, shape your network, dus je vormt je netwerk en find what matters. Dus wij zorgen dat er content uit naar voren komt, zeg maar, die... Jij zegt content, adviseer je me films of adviseer je me, maar het is ook product, hè? Voor jou is alles content. Ja, in principe is het, we zijn... Heel lang geleden zijn we begonnen met applicaties. Het kwam eigenlijk zo, ik kon geen applicatie vinden. Of ik was op zoek naar running, een hardloop-app. En ik ging naar de App Store en dan krijg je heel veel hardloop-apps. Ik geloof iets van 2800 resultaten kreeg ik. Maar welke is nu het beste? Uiteindelijk kies je er eentje uit de eerste 10. Maar goed, wat doe je normaal gesproken? Dan ga je naar een feestje en dan zeg je, god, kent er iemand nog een goede hardloop-app? Dan steken de 5 mensen hun hand op en ja, ik weet er nog wel één en ik weet er nog één. Uiteindelijk kies je de persoon met de mening die het meest vertrouwt en die zegt dan, is dat een goede vriend? Eigenlijk het aloude idee dat de beste recommendation engine zijn je vrienden. Ja. Ja. Maar nu ging ik het natuurlijk uitproberen, want dat doen we altijd zoveel mogelijk. En wat ik merkte is dat om me aan te melden bij jouw platform, iZoobel, moet je een paar reviews doen. Dus je moet iets laten weten over wat je leuk vindt en wat je goed vindt. Ja. Maar vervolgens vraag je me, wordt dat netwerk belangrijk? Je zegt dat je netwerk bepaalt voor een groot gedeelte van gelijksoortige mensen. Dit bepaalt voor een groot gedeelte hoe ik jouw goede... recommendations kan doen. Toen ging je mij vragen mensen te volgen die ik allemaal niet kende. Terwijl ik mijn Facebook al had gekoppeld. Dus toen was ik al helemaal de weg kwijt. Ja, ook, je bouwt inderdaad wel een echt nieuw netwerk op. Anders dan... Het is niet op basis van Facebook of van Twitter of van LinkedIn. Nee, van... we zijn wel bezig om te kijken of we die koppeling kunnen maken zeg maar, met content. Maar op dit moment hebben we ervoor gekozen om echt een nieuw sociaal netwerk op te bouwen. En waarom is dat? Omdat wij niet afhankelijk willen zijn van een Facebook of een Twitter. De onderliggende gedachte is dat we echt onafhankelijk willen zijn. Dus geen advertenties, zo min mogelijk privacy issues. En echt relevante content. Dus echt de focus ligt op relevante content. En dat is best een lastige exercitie, want je hoeft voor mij niet afhankelijk te zijn van Facebook, maar je zou wel kunnen zeggen, wat kan ik leren van mijn netwerk van Facebook? Want wat ik nu moet gaan doen is, je zegt eigenlijk tegen mij, normaal gesproken ga je naar een feestje en dan vraag je aan mensen die je kent, van wat vinden jullie goed? Nu zeg je tegen mij, ga naar een feestje waar je niemand kent, vraag dan wat ze goed vinden, mm-hmm. en
baseer daar je keuze op. Ja, dus het zijn ook dingen, zeg maar, we zijn nu net in beta live, ja. Dus we hebben een 500-tal gebruikers en daarvoor krijgen we feedback. Hè. Ons idee blijft hetzelfde. Hoe dat de uitvoer, of hoe dat we het gaan uitvoeren, daar moeten we nu dus weer aan gaan werken. Dus wellicht dat we die koppeling inderdaad gaan maken met Facebook. We hebben nu gezegd, nou oké, want het werkt al als je zeg maar twee mensen in je netwerk hebt die van dezelfde content houden. Heel vaak krijgen we de, of je hebt het zelf misschien wel zoiets, je houdt van een bepaald soort muziek of van een bepaald soort boeken. En die heb je echt een heel specifieke smaak. Als je mensen uit zou nodigen, of van een vriend die dezelfde interesse heeft voor boeken, dan kan je die al uitnodigen. En dan is ons netwerk eigenlijk al een... dan werkt het al. Ja. Dus binnen, ja. Want jullie doen verschillende dingen. Ik zag een YouTube-knop ook, je ziet apps, je doet ook producten, het kunnen ook boeken zijn. Zou je niet kunnen zeggen, Amazon heeft zeg maar het stuk boeken al voor me opgelost? YouTube heeft een stuk video's al voor me opgelost. Want die kijken natuurlijk ook wat ik doe en wat anderen doen. En ja, maar die doen echt het volgen van personen. Dat is echt het verschil. Zeg maar. We kijken niet naar het geheel, maar je gaat echt één iemand of 10 iemanden volgen. Ja, het is zo als je zeg maar bij Amazon, die hebben bijvoorbeeld Goodreads, of bij Spotify krijg je het. Ja, mooi voorbeeld is Spotify. Als je daar zeg maar, toen ik mezelf aanmeldde bij Spotify, zag ik meteen in mijn netwerk wat er geluisterd werd. En, maar hoe groter je netwerk wordt, hoe slechter, eigenlijk, hoe diverser de smaak van die mensen is, dus des te minder heb je eraan. Ja, en bij ons ga je echt heel specifiek mensen volgen. Dus je zegt van, ik ga... Ja, oké, dan begin ik het te snappen. Want ik heb mijn probleem met Spotify, wat jij zegt, is bijvoorbeeld dat uit mijn eigen netwerk van de gemiddelde 10 mensen interesseert me helemaal niets waar ze naar luisteren. Maar er zijn er wel 2 waar ik wel heel graag van wil weten waar ze naar luisteren. En binnen Spotify werkt dat niet zo. Op het moment dat je dan je Facebook hebt gekoppeld, is het één grote puinhoop, zeg maar. Dat is eigenlijk wat jij zegt, toch? Ja, we willen eigenlijk ook langzaam groeien. Dus om die content gewoon heel goed te houden. Ik zou 4 mensen specifiek voor boeken kunnen volgen voor jullie. Ja. En 3 andere voor muziek. Ja, je creëert inderdaad kleine micronetwerkjes binnen je netwerk. Dus je hebt 1 groot netwerk en dan zeg je van, nou oké, dat zijn mijn boekenvrienden, dat zijn mijn filmvrienden en dat zijn mijn, weet ik veel, hardloopvrienden. Maar je kunt het uitbreiden op wijnen, restaurants. Je kunt het overal eigenlijk op toepassen. Ja, wij vragen ook vaak aan mensen die weer met iets nieuws beginnen, want iedereen begint doorlopend met iets nieuws. Ja, Welk probleem ga jij eigenlijk oplossen? Het vinden van relevante content, die dus zonder advertenties... Dat is een soort vinden van relevante content. Ja, gewoon dat je echt heel specifiek op jou toegespitste informatie vindt, zeg maar, of content vindt, boeken, films, soorten. Maar komt dat uit jouw eigen frustratie dat dat niet zo is? Of waar komt dat vandaan dat je dit op wil lossen? Is het een probleem? Ik vind, zeg maar, als ik bij Google in iets intoets, dan vind ik niet de beste producten voor mij, persoonlijk. Maar dan vind ik producten de bedrijven, zeg maar, die het meest betalen om boven op de eerste pagina te komen. En bedrijven die betalen om, zeg maar, gesponsorde links, zeg maar. En dat is, zeg maar, je vindt in de wereld de meest... De best vermarkte producten in plaats van de beste producten. We hadden het hiervoor ook al eventjes erover. Maar binnen je eigen netwerk, dan vind je echt de beste producten. Dus iemand gaat niet tegen jou zeggen, omdat je een bepaald belang heeft, zeg maar, van god, hey, je moet die app gebruiken of die running app gebruiken, want die is het beste. Je betaalt er wel €20 voor, maar je hoeft al die in-app purchases hoef je niet te nemen. Dus je kan, zeg maar, 1000 resultaten van mensen die je niet kent, of 1 resultaat, zeg maar, van, of 1 mening van een vriend, is meer waard dan 1 miljoen mensen, zeg maar, die je niet kent. En dat probleem proberen wij op te lossen. En bij ons zit je zelf aan de knoppen. Dus het volgen is even belangrijk als het ontvolgen binnen ons netwerk. Dus het gaat ook niet over een zo groot mogelijk netwerk. Nee, het gaat over een zo specifiek mogelijk netwerk. Dus, en je zegt, we zijn nu in beta. Hoe hebben jullie onderzocht of hier een markt voor is? Zelf. Dus we hebben
We zijn op universiteiten en binnen ons eigen netwerk zijn we inderdaad gaan vragen. En we hebben onze propositie zeg maar vaak verteld. En op basis daarvan zijn we ons product gaan ontwikkelen. En nu hebben we dat product ontwikkeld. En nu gaan we het zeg maar fine-tunen. En, ja, en hoe kijken. Ga je er geld mee verdienen? Alles wat je er vindt, kan je kopen. Dus alle producten die je op Bijzoebel vindt, die zijn ook te verkrijgen. Zeg maar. We hebben bij onze affiliate partners Amazon, Apple en Bol.com op dit moment. En daar verdienen wij 5-10% op elk gekocht op elk gekocht product wat binnen 30 dagen, zeg maar, ergens gekocht wordt bij onze affiliate partners. Dus de klant of de gebruiker die betaalt niks extra's. Alleen wij krijgen gewoon zeg maar van. Als ik het zo hoor, heb je een dienst ontwikkeld, bedacht die vaak in het begin een probleem hebben. In die zin, je hebt ook een soort massa nodig, kritische massa, om waardevol te kunnen worden. Ja. Hoe verwacht jij dat jullie die kritische massa gaan gebruiken? Gaan bereiken. Dat is inderdaad, je hebt content nodig om gebruikers te krijgen. Je hebt gebruikers nodig om content te genereren. Dus we zijn nu druk bezig met een gamification. Of ja, zeg maar een soort beloningssysteem. Net zoals LinkedIn bijvoorbeeld van complete your profile. Krijg... dan kan je sparen voor credits. En die credits zitten we te kijken, van die kunnen je inleveren tegen iets wat je zeg maar op je wishlist hebt staan. Dus je kunt zeg maar alles wat je vindt, als je een leuke film hebt, die wil ik nog hebben. En dan kun je daarvoor sparen zeg maar om credits of om daar korting op te krijgen. Hey, en hoe is je bedrijf gefinancierd? We hebben €300.000 hebben opgehaald zeg maar, in funding, dus echt cash. En daar zijn we mee gefinancierd. Dus zijn dat meerdere angels? Of ja, familie, zijn er meerdere of? Angels. Nee, het is, in het begin is het, ben ik het samen met een vriend van mij opgestart. En ondertussen zijn er meerdere investeerders. We hebben ook een stak zeg maar, waar wat kleine aandeelhouders in zitten. En momenteel zijn we bezig met crowdfunding. Dus we willen even kijken volgende week of binnen nu en 2 of 3 weken dan willen we een nieuwe ronde van financiering starten. Bij wie doe je dat? In het Leap Fund? Nee, we zitten bij Simbit en Colin Crowdfund is... zijn we bezig. Ja. Ik heb nu al 2 volgers gekregen. Misschien kun je het even laten zien, Martinez. Op iZoebel. Ik weet niet of ik feedback krijg of hij het laat zien. Ja, de kijker ziet het. Ik ben nu op jouw platform. Ik heb mijn Facebook gekoppeld. En nu gaan al 2 mensen mij volgen. Omdat ik Homeland een goed cijfer heb gegeven. En een boek. En nog iets. Hoe is dat dan niet heel beperkte informatie? Waarom zou iemand mij nu al in godsnaam gaan volgen? Ja, we doen inderdaad die smaakmatches door op basis van... Dropbox vond ik ook een fijne app. Vond ik een goede app. Ja. Op basis van jouw smaak gaan wij kijken in ons netwerk. En dat is heel iZoebel. Welke mensen dat er met jouw smaak matchen. Op basis daarvan heb je ook mensen aanbevolen gekregen. Zo gaat het ook weer andersom. Dus als je zeg maar naar je timeline kijkt, dan zie je daar who to follow. Dat is op dit moment, met de beperkte informatie die we van jou hebben, dat zijn dat mensen zeg maar, die dezelfde smaakmatch hebben. Ja. 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 Maar okay. het is echt van belang zeg maar, om continu, hoe beter dat jij zeg maar, je smaak bepaalt en je netwerk aan en afzet of mensen gaat volgen, hoe beter de content wordt die we je aan kunnen bieden. En ook hoe beter de personen worden die je aan kunnen bieden. Dus je zit zelf aan de knoppen. En dat is ook iets zeg maar, waar we tegenaan liepen. We moeten dat mensen ook echt heel duidelijk uitleggen. Van, goh, hey, gebruik ons netwerk. En dan pas gebeurt er iets. Het is niet zo van, je gaat naar je zoeken toe, je maakt een account en je volgt even een paar mensen en je krijgt de beste content. Het is een ongoing proces. En wat ik al zeg, als je 2 mensen volgt die exact dezelfde interesses hebben, dan krijg je daar al goede content. Ja, hey, wat me wel opvalt, je zei het zelf ook al, je hebt een beperkt aantal retail partijen gekoppeld. Betekent dat je ook alleen maar producten bij jullie kunt raten die je ook kunt kopen?
Nee, met YouTube hebben we er ook om zeg maar de massa te kunnen bereiken. Dus dat er ook echt dan meteen content in zit. Nee, het gaat er ons in eerste instantie over om echt het platform van de grond af te krijgen. En als we miljoenen gebruiken, want het is in principe de relevantie zeg maar voor ons platform. Natuurlijk is het kip en ei verhaal. We moeten zorgen om zeg maar dat plaatje te verwerven en om die hype te kunnen genereren. Maar als mensen ons platform gaan gebruiken, in de toekomst onze doelstelling is om echt om miljoenen mensen wereldwijd zeg maar aan ons platform te koppelen. En dan kunnen we ook meerdere contentleveranciers toevoegen. Ja. En dan krijg je ook een soort vergelijkingssite. Dan heb je een boek gevonden, dan kan je zeggen ik wil het kopen. En dan kan je kijken waar is het goedkoopste of welk bedrijf is het beste gerankt in mijn netwerk. Ja. En wanneer heb je dat eerste miljoen? Wanneer zijn de eerste miljoen gebruikers? We willen tegen het eind van volgend jaar willen we 2 miljoen gebruikers hebben. Dus dat is vrij ambitieus. Maar zeer ambitieus, ja. Als we eenmaal dat moment van tractie bereikt hebben, dus dat we zien van nou nu is het zeg maar, mensen komen regelmatig ze terug. En dan denk ik dat het ook heel hard gaat lopen, want de koppeling zit er al in. Je kan het al delen via Facebook en Twitter. Dus als je het een geweldig product vindt, dan ga je vrienden ook uitnodigen. Zeg kom even bij mij of kom even in op Bijzoebel en maak een account. Je kan ook alles delen. Dus heb je een goede film gezien, dan kan je hem ook gelijk, je recensie kan je ook gelijk delen in je netwerk op Facebook. En alle mensen die dan doorklikken, die komen op ons op Bijzoebel uit en kunnen ze een account aanmaken. Nou, eind volgend jaar komen we je of vragen of het gelukt is. Ja. Hey, veel succes. Hartstikke bedankt. Ja, dankjewel. En dankjewel. Tot zover deze editie van Topnames on Tour live vanuit Eindhoven. Een hele dag zijn we hier om mooie ondernemers, mooie ondernemingen te spreken. En kijk je on-demand, dan weet je dat je dat gebundeld terug kunt zien. Kijk je live. Tot zo direct. Dag. Dankjewel. Hè.